Laten we eerst maar eens eventjes de kaart gaan doen. Deze zet ik hier naartoe. To you 30. Netwerk Southeast. Nou, dan gaat die ondertussen zometeen als het goed is helemaal live inzoomen. Nou, inzoomen doe ik even handmatig natuurlijk. Oeh, kijk, dubbele muis. En dan... Hello driver, as soon as you are ready, set up the cab and open the doors in readiness for departure at 7:22. You will then call at White Stable, Chesfield, blah blah blah. Pay fine, make sure to wind the head code blind to 81 and set up the CSI 47. Okay. Nou, dan hebben we die in ieder geval. Die. Oei. Om. Nou, dat was in ieder geval dat. Och, lampjes. Oh jee. Ik kan ook wel meedoen. Volgens mij het is schorrekeel. Nou, de lampjes die flikkeren in ieder geval, dus oh ja, we moeten natuurlijk wel de deuren open doen, hè? Dat is ook misschien wel handig. Zo. Number 7. James, I have a good evening, welcome. Oh, gelukkig wel, ja. Zo. Windows 11. Ik gebruik al een hele tijd Windows 11. Eigenlijk sinds de release of daarvoor eigenlijk net al. Dus, ik vind het niet erg. Dus ik heb eigenlijk nooit problemen meer gehad. Dus, Oh, verkeerde. Dat is beter. Nou, gaan wij in ieder geval onderweg naar White Stable. De tikkie-die-tik speedo. Nou, we hebben een aantal keer hebben wij de route richting Dover gehad. Dat is hier naar beneden. Maar wij gaan nu naar boven. In de vroege morgen, onderweg in Engeland. Ondertussen lekker Spider-Man. Bjorn die klimt, die loopt even de muur of zo hoor.
20 limit, 50 upcoming. Ik heb ook een ventilator. Dat is in november dus. Ja, deze trein is gewoon stil. Het is geen diesel. Het is elektrisch. Ik kan ook zo proberen. Hoor je dit, Mark? Oh, geweldig. De 6 die bereikt. Kijk, hierna hebben wij vlak hierna hebben we een wisselbord. Dat is hier. Dat zou voor deze overweg zijn. Gewoon bijna niet vanaf een afstand. Op de Twitter. Ik doe Twitter, ja. Hey, music lover. Goedenavond, welkom. Ding ding. Dank je, Gerben. Ik heb op een of andere manier echt serieus die constant over de Siva op de toeter. Sturm. Nou. Volle kracht vooruit. We zitten rond de 80. Prachtige zon. Dat is echt prachtig plaatje zo. Stroom eraf. Ik zal niet je hand in die doos steken, dan gaat het niet goed, denk ik. Zo.
Waarschuwing voor de 50. Ah, het is op zich licht genoeg. Maar in principe, als het donker is, dan... Ja, een spoor gaat niet zomaar in één keer uit elkaar. Er moet echt iets gebeurd zijn. Anders dan in ieder geval gewoon... je bordjes volgen en zo. Zo. Want het is een afremmen richting de 50. Komen we aan in Whitestable. Een witte stam. En dat doet er vlak voor het station. Nou, ze willen eruit. Iemand heeft de deur al een beetje open gedaan. Oh, ik vind het prima. Het is slam door tijdperk, oftewel, er zit geen slot op de deur. Oh ja, waar is onze guard trouwens? Oh, hier. Hier is onze guard. De guard die houdt altijd de deur wat langer open. Die gaat vanzelf dicht als we wat meer op snelheid zijn. Oh ja, Twitch is weer Twitch. Please do not join or alight from a moving train. Do not lean out the window. Do not lean up at the door while the train is moving. Maar ja. Engels. Ja, yeah, probably indeed. Certainly in the older era where there wasn't any central locking. So, the same habit over here with the older style trains that didn't have central locking yet. When they came into the station, when the train was driving slow enough for them, they just opened the doors and flew out. Chesterfield and Swellcliff.
Ik denk. Maar de route is relatively modern, modern days. But of course, this is the older style. Voorbreek. Those people need to walk. I believe that hurts. Sir, please don't do that. It's almost at the 10 car stop mark. We are on 4 car, so. Well. Marco de Beek, goedenavond, welkom. Herm Bay. Power once again. Raam dicht. Oké. Maar misschien is het handig dat je daarachter gaat zitten in de. Waar de passagiers zitten. Hun B. Lot of speed changes, 85, 75, 85, 80, 85. Welkom in Herm Bay.
Waarschijnlijk was dit vroeger ook weer iets hier met spoor. Namelijk dit lijkt mij zo'n overslag voor kolen. Zeg maar, weet je wel, de trein rijdt hier naar binnen, een beetje kool erbij. En wij mogen weer gaan. Ik zou zeggen, ik vind dit wel een van de mooie features hoor. Op 5 mijl per uur, dan weet hij niet wat voor snelheid hij moet rijden. Of is het nog 4, of is het nog 3, is het nog 4, is het nog 5, is het nog 2. Ik ben net een van landen de kachel. Dan gaan wij naar Brighton-on-Sea. Brighton. Zo. Wauw, handel was, je bedoelt deze? Ja, dat is gewoon een manier hoe de Engelse treinen eigenlijk ooit allemaal zijn gemaakt. Want de Engelse, de machinist zet altijd links. En ook zelfs in de tijd van storm zit jouw rem links. En jouw throttle zit rechts, zeg maar. Dus dan hebben ze dat gewoon overgenomen. Bij de meest logische verklaring, waarom het exact is, I don't know. Storm. De weken naar Arriva GTW van Valkenburg naar Landgraaf. Nou, dat is Limburg inderdaad. Ik heb eens opgelet hoe lang een stop duurt. Precies 20 seconden van stilstand komen. Tot stilstand komen en weer wegrijden. Ja, het zijn meestal. Meestal zijn de dienstregelingen in Nederland die zijn zo strak, zeg maar. Ja, tenzij je echt iets meegaans hebt, dan heb je een paar minuten extra. Maar op. Bepaalde stations is gewoon de trein wordt neergezet, je stapt uit, je stapt in en gaat weer weg. We gaan eens naar beneden. Het is meestal 1 minuut of langer. Ja, ligt eraan hoe hij het heeft ingesteld. Standaard is 30 seconden. Dat hij dat doet, 35 volgens mij. Je kunt er wel forceren om korter te doen. Maar volgens mij wil de game niet echt veel korter dan die 30 seconden, zeg maar. Zeggen doet het. Scenariobouw kan dat zeker instellen, ja. Sommige scenariobouwen doen het als je een tijdschema hebt, zeg maar. En je wil bijvoorbeeld een trein op een bepaalde tijd zo lang hebben vastzitten of tot zo laat.
dan kun je een time stop ervan maken, zeg maar. En de time stop, zeg maar, kun je dan instellen aan het licht eraan hoe lang je daar staat, hoe lang het duurt, zeg maar. Dus gewoon een, met een vinkje, dan kun je de tijd instellen. En standaard, als je het niet doet, dan doet hij 30 seconden ervan maken. Er zitten voordelen en nadelen trouwens aan, hè? Voordelen is, je kunt je AI opplannen zoals je wil. Bijvoorbeeld met de echte dienstregelingen. Met de echte dienstregelingen kun je het zo instellen, dan werkt het eigenlijk. Maar als je zegt zo van, nou, ik wil eigenlijk gewoon spullen de vrije hand hebben, er is niet echt een dienstregeling, dan doe je geen stops erin. Of geen timestops, maar dan zie je eigenlijk niet veel eigenlijk. Misschien Nederlandse scenario's hebben we timestops. Dus, ja. Even kijken, als we hier rechtdoor zouden rijden, dan kom je eigenlijk uit in Middelburg. Of in ieder geval in het zuiden van Zeeland. Want de zee die je hier ziet, zeg maar links liggen, dan... De zee die daar ligt, dat is de Noordzee alweer. O jee. Ik was echt helemaal afgeleid, dankjewel. Nou. Ik denk dat we deze stop niet halen. Ik denk het niet. Ik denk dat mensen bij Boston ons zien, maar helaas niet zijn voorzien van een treinservice vandaag. Nope. Helaas. Oh. You're not stopping there. Welcome to Threadbricks. Bye. Dan maken wij even een langere stop op Westgate on Sea. Ladies and gentlemen, excuse us for the delay by not stopping on the Bushen on Sea. We had a technical difficulty to brake. We're going to check the brakes on the next station. So, if you want to go to Bushen-on-Sea, you can take the number 33 or 34 bus back to the station or the next train. Thank you for any inconvenience caused. An operational incident. Normally you would, I think you would, I don't know how it in the UK is normally. If you miss a station here, I think it was you travel to the, you report the incident, travel to the next station. But, certainly not like in Trains of Worlds, drive back to the station, because the game can't skip a station. Nou, Westgate on Sea, dan moeten wij stoppen 7:50. Nou.
Well, we're standing here for a few minutes before we continue. We walk down the street. Then take a right. Then doing a left over here. And we're at the sea. Floaty road. But, and I don't mind it, especially this one. Well, if you want to be, if you want to build some distance from the scenery, then yes, of course. But otherwise, you're mostly in the cab, so. This is a reminder for passengers for Burgeton on Sea. If you want to go back, you can go to the other platform, wait on the train, or take the bus from bus number 33 or 34. En wij gaan naar Margate. Warning for the 60, and then the 30. No, warning for 30. I'm not going to drive a mile for 30. Almost at 30. Good enough. We have a single yellow. Means our next signal is a red signal. Someone wants to go into the Ferris wheel. It's a pretty large one. Also very low res, but interesting.
Vortex Station. And we also have an older overhang right here. Probably an one that discontinued right here with the buffer stop. Our signal has cleared at least to a yellow or above. We need to wait it out. Down area 80. We still have three stations left, Broadstairs, Dumpton Park, and Ramsgate in about 5 miles. In about 10 minutes time. Ja, Mark, dat is TS die niet echt... Laten we zo zeggen, gebogen per ons weet, want kijk maar, want er loopt nu iemand recht op onze trein af. En een beetje geluk, dan liep hij hierdoor. Hallo. Bye. Still in 30, but going to 90. We gaan naar Broadstairs, oftewel brede trappen. Ding, 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 ding. Two greens. Dankjewel. Green voor yellow naar green. Dus daar zit er een trein voor ons.
Broadstairs. Je staat stil, dus gelijk stil. Please hop on board and then close the doors. Thank you. For traveling with Network Southeast. Well, we pretend to stop at the station, but really, we do not. Dan gaat dat snel aan de rief. Nou, twee treinen weg van het station. Geweldig. Koploper, goedenavond en welkom. I keep hearing the AWS warning and reflectively going to press Q. Well, if you're writing an essay or something else in the Word document, you have a lot of Qs in your document. While playing a stealthy game and pressing Q results in whistling. So you do a lot of whistling. Dumpton Park. Thirty limit upcoming. 30 mil per uur. Dat is een behoorlijk scherpe bocht. Zo. We hebben dan eigenlijk alleen nog maar remskate eigenlijk. Remskate heeft heel veel spoor, heel veel opstelspoortjes. Thank you.
It was indeed a 30 zone. If a single yellow, next will be red signal. Going to leave it at this speed. Platform number 4, and we have a yellow signal. But no need to power up, as we are approaching a 15. Dus 15 mijl per uur. Dat zou voor onze platform 4 zijn. Afremmen. Oeh, dit zal zeker zo'n mooi viaduct zijn. Oeh. Dat zeker. Just rolling in slowly into Ramsgate Station. A lot more slam doors. Zo. Ramsgate signal pas, Southern Region. Nou, dan hebben we toch wel weer mooi gered in ieder geval richting Ramsgate. Excellent work, driver. What a glorious morning to be driving along the Kent coast. Before the scenario ends, you have 1 minute to wind the headcore blinds to display 2 reds. Okay. Wachten we even die paar seconden nog af. Nou, ik moet zeggen, we hebben trouwens wel een mooi ritje gedaan. Dus, Belk, ja, omdat we 1 station hebben gemist.